dus ja, dus dan weer zo goed.
Thank you.
I
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van God de Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in alle eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand is begonnen te doen. Genade, vrede en troost zijn met ons allen in gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve familie, zusters en broeders, goedemiddag. We willen deze uitvaartdienst beginnen. We zingen met elkaar lied nummer 1 van het liedbundel dat u heeft. Lied nummer 1. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Abba Vader, u alleen. Dat zijn 4 versen. Abba Vader, u alleen. Abba Vader, u alleen, u Oh, Lord, may God.
ons leid van u alleen. Laat mijn wil voor eeuwig zijn, u en anders geen. Laat mij onze Jezus is 23 op bladzijde 13 en 14. Welk een vriend is onze Jezus? 1, 2, 3, 4 versen. Welk een vriend is onze Jezus? Toch in onze plaats wordt staan. Welk een voorrecht dat ik door. Altijd vriend wordt God mag gaan. Van vandaag. Uit Deuteronomium hoofdstuk 11 vers 26 en 27. Mozes sprak: zie, ik hou u heden zegen en vloek voor. Zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de Heere,
uw God, en die ik u heden opleg, maar vloek wanneer gij naar de geboden van de Heere uw God niet luistert. Zie, ik hou u heden voor. Zegen en vloek. Zegen wanneer gij luistert naar de geboden van de Heere uw God, die ik u heden opleg, maar vloek wanneer gij de geboden van de Heere uw God niet luistert. De leertekst uit het Nieuwe Testament, Colossenzen hoofdstuk 3, vers 24 en 25. Gij dient Christus als Heer, want wie onrecht doet, zal onrecht terug ontvangen. En er is geen aanziens des persoon. Gij dient Christus als Heer, want wie onrecht doet, zal onrecht terug ontvangen. En er is geen aanzien des persoons. Het liedbundel van de broedergemeente. Heb trouw en waarheid lief, mijn zoon, tot aan uw jongste snik. En wijk niet af van Gods gehoon, ook zelf geen ogenblik. Nogmaals, heb trouw en waarheid lief, mijn zoon, tot aan uw jongste snik. En wijk niet af van Gods gehoon, ook zelf geen ogenblik. Tot zover deze woorden. We zingen met elkaar 25 uur. Al de weg leidt mij mijn heiland, wat verlangt mijn ziel naar meer. De weg leidt mij mijn heiland, wat verlangt mijn ziel naar meer. Zonder ik hemel aan hem twijfelen, die mijn goedheid keer op keer zoeken toe en zal bevrienden, heb ik stil op zijn bevel. Is het leven goed en mooi als mensen in liefde met elkaar leven?
Iedereen geniet zoals je geniet van de geur van olie bij het feest in de tempel. Iedereen geniet zoals je geniet van de dauw 's morgens op de berg Sion. Want daar geeft de Heere geluk en vrede voor altijd. Heere God in de hemel, wij willen u danken. Danken dat wij deze middag bij elkaar mogen zijn rondom het ontzielde lichaam van onze moeder, zuster Gretel. Heer in de hemel, wij bidden en vragen u dat deze dienst, heel deze dienst, o God, uw nabijheid mag gesmaakt worden. Zegen ons samen zijn. Heer, vergeef ons van al onze ongerechtigheden en maak onze harten tot vruchtbaar grond voor uw woord. Zo bidden wij u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Halleluja. Amen. Lieve familie, zusters en broeders, Psalm 133 zegt dat het goed is als broeders en zusters tezamen wonen, waar wij met elkaar in vrede en harmonie wonen, daar geeft de Heere zijn zegen. Onze moeder is heen gegaan, onze zus, onze nicht, zuster Gretel, en een neef van haar, broeder Joseph, met zijn familienaam kwijt, Blair, die wil als neef u een ode brengen aan zuster Gretel en haar familie. Broeder Blair. Ja, u mag nu. Baron Odito, iedereen. Namens, ik ben Jozef, neef van Gretel. Ik ben hier met deze namens Afamiri Funikeri, Kerk van Nikeri. En ook namens Emmy in Nederland, ook voor de kinderen, iedereen. Wil ik een woord zeggen voor mijn tante. Ja, namens de familie van Nikeri en kinderen, gemeente wil ik de kinderen en neefjes en nichtjes, broers, zus, condoleren met het verlies van onze tante, moeder, oma en zus. Condoleren jullie allemaal en veel sterkte toewensen. Wel, ik ken mijn tante als een heel nederig, simpel, liefdevol tante. Als klein jongen heb ik er ervaren. Kwam ik altijd op bezoek bij tante Gretel. We hadden altijd een heel leuke tijd bij tante thuis gehad. Jammer dat ik later had ik geen relatie meer met tante Gretel en de familie. Maar ik ben de grootste zoon van Gretel. Mijn vader was broer van Gretel. Ja, tante Gretel. Ik ben de oudste jongen van mijn vader, Winston. Hij is al overleden. Maar jammer, ik ben tegen Gado, tangi tak toch, mika denang aan mijn familie, voor sa a moment disi. Omdat meestal ben ik niet bij hun, ben nooit dit tussen ding. Altijd gescheiden van mijn families. Maar door Gado genade, mijn dejatide, mijn knapu, voor vertegenwoordig aan haar familie. Ja, als klein jongen kwam ik altijd bij tante Gretel. Ube Lipso, abe altijd bij een hardwerkende vrouw, altijd rokotranga, meestal unesing, manting, bakandana ozo, altijd na het werk, taka ozo, altijd bij abwang, altijd bemoediging, na wie lek tjuang, en ze was echt een tante. En later die we praten, met de contact moeren naar mijn tante, met mijn families, en laatst voor de jaardag, kwam ik weer in contact met mijn tante. Maar toen ik weer in contact met mijn tante kwam, was ze ziek. Ik schreef die mijn tante in een conditie dat hij tegen mijn neef doe aan ze niet. Hij tegen mijn neef mijn breedte voor Gado draai jullie. En hoor een passie die is nooit los een passie die zijn neef. Ook je wou schrijven van Brasa, wat het was jaren dat ik met die
Ik ben een echte brasa, vier lobby van mijn tante. En een lobby van mij ook toe mijn tante, Gretel. Ja, ik ga dat tegen mijn neefje. Ik ben een beetje begging van mij. Ja, en we waren samengekomen. We hebben gebeden, maar mijn begging. Het meest ben ik asiel voor mijn tante. Als die anderen hier zijn, Siglin, Gio en die andere kleinkinderen. Dus heb ik een gebed bij de moro voor mijn ziel. Ik tegen mijn tante, tante, gaat u naar de kerk? Dat ik af en toe, niet altijd. Met mijn tante, dan was het dat je moest doen. Omdat ik wist dat je moest verenigen naar Gado voor deze pressie. Met mijn tante, echt, ik zou wan met je zoeken een keer en bezoeken een keer altijd. En die Gado, jullie zijn volkomen abra, tante. Dat is mijn janief, je alletti, en mijn beloof je moet doen. Dus heeft ze me uitgenodigd dat ik moet op 70 jaar, mijn neefje. Ik ben op 70 jaar en mijn mama kon naar een heer gezin. Ja, kon naar een heer gezin. En mijn mama kon mijn woord toegeven en mijn mama kon mijn ook toe. Maar het is anders gebeurd. Maar ik heb echt mijn verlangens voor altijd door mijn dienst met mijn tante. Maar ik ben ook op zaak. Maar toch met mijn gado, tangi, dat ik ben dit op 70 jaar. En op zo'n mooie ding, niet weet ik dat dat bij de laatste liefde is. Ik ben samen met mijn tante. Het was een heel leuke tijd. Na jaren. Temtak jaren, meer dan 10, 15 jaar of 20 jaar, samen kom in mijn familie, denk alle mijn familie, neef, nichtjes, tante, allemaal, bijna na 20, zoveel jaar, ik kom bij mijn en dan ben ik wel vallig, blessing in mijn Libi, voor kon samen bij elkaar verenigen met mijn familie, denk. Niet weten dat dat de laatste keer dat de tante levend zou zien. Ja? Bakara tante Emmy, bel me uit Nederland, tak bro Jozef. Tante is ziek in het ziekenhuis. Met tak mo belkarel, zie ik voor haar toch halen. Voor je tante, als er even die bel, met tak tante is het niet meer. Tante Libu en Agwe. Maar Sami Wantaki, de woorden die ik wil, Sami Wan bemoeder. De familie, lobby wang, alas, maar Sami Wan bemoeder. Dan ga de woord toe die zie. Ik ga niet prediken, broeder is hier al om te prediken. Maar mijn kwam neefje voor mijn tante. Mij moest die wan bemoediging naar mijn lobby wang, naar mijn familie, naar Alasma. Omdat dat is nu mijn leven. Mijn lobby nu naar die Gado. En mijn vertegenwoordig Gado ook toe. Ja, allemaal zijn we geboren in zonde. Gevormd door ongerechtigheid. Iedereen. De Bijbel zegt, als je zegt dat je Ivina Absoon doet, ben je leugenaar. Want er zijn zonde geboren. Maar, wat denk ik om? Ik ga het kort maken hoor. Wat GPC. Ja? Wat GPC, ja. Ja. Omdat altijd tante bij waarom ik me tak mijn woord toe ging en dit is naar enige gelegenheid, zal ik dat tak mijn woord toe. Ja, dus het gaat niet lang duren, even voor woord die mijn tante. Dat ik bevredig me toe te meegaan naar Osobaka. Ja? En Jezus tak hier de enige weg, Gado tak de enige passie, zal ik abi voor Gobaka naar een, naar door Jezus Christus. En. No one trapassie no debra dan sa faral gimi familie mi lobby wang mi wa bomoda kun dis na dis fos mi gweli pa maija taki anatrobi hu educated hu geleerd we zijn schoolopleiding heeft niet te maken met hoeveel geld je hebt of materiële dingen dat breng je niet in de tegenwoordigheid van God. Niks breng je in de tegenwoordigheid van God. Dat het dat tenzij je wederom geboren bent kan je niet in de tegenwoordigheid van God gaan in het koninkrijk van God. Mijn bemoedig, mijn familie, mijn lobby aan de smassa deja. Dat if you no make you libi eten recht naar Gado, make je recht tide naar Gado. Want on sap, if you abwan tamara, want ook to sa wo do in a libi, dede, no ab respecti gi no amang. Is de mi go na datra, datra te mi minira, euroko 12%, is helemaal uitgevallen. Maar ik sta hier door de genade van God. Tak me knapja eten voor, gi wan tak voor mijn tante, mijn lobby tante. Mijn sap oting gado okarmi, maar if this day laatste lezing sa, mika tak nanga unu, mesa wang bemoedig unu, lobby wang, alaf unu, take Jesus in uw libi. Ana trobi sa je do, sa je abi, te je dede, bradanga sa, dat noteri. Je schoolopleiding, je money, je alas aan se apta gruntapu, ane gomi nanga you. A enige sa sa egwe nanga you is jouw karakter. En je karakter wordt alleen gevormd door het woord van God. Er is geen karakter buiten het woord van God. Een woord voor Gado, daarom Jezus, Gado schreef hij,
sakakon, a bebetak embede a word sakakon in vleesvorm, en a giwi a voorbeeld, sa yu mus waka fu go na a oso fu papa baka. En a voorbeeld, Jezus bede het woord gemanifesteerd, en wij zijn ook het woord gemanifesteerd. Dus a enige passie sa wi abi, vooral mijn nek na neefjes, mijn familie betekent mijn tante voor zijn goeie met haar tante. Want ze hebben verlangd dat je met je boom naar haar schepper. Met alles aan boom dat je een euro door voor je goeie. Niks nog hinder je voor goeie naar ons bij je go. Want wens van uw draaipoten, we zijn allemaal geboren in zonde. Je mag geleerd zijn, je mag absolute money, je mag zo educated. Je geboren in zonde. En met zonde kan je niet in de tegenwoordigheid van God gaan. Het maakt niet uit welke opleiding je hebt, het maakt niet uit wat we hebben. Ook kan de koning, ik kan de president, maar inschrijven van dit. En we gaan geen verantwoordelijkheid die een woord toe voor Master Gado. Dus samen met mijn moeder, mijn familie, denk, take Gado in Olibi, make you Libi klaar voor Tamara. Dat je zeker, dat je aketisa broken naar dit zee, aketisa midbaka naar Trasi. Dus dat me bij mijn moeder hoe nu, namens Emmy ook en de familie naar Nederland. De Temi voor die woord ook toe. Tante Emmy is als moeder voor de familie. Echte ma, altijd, ze is altijd daar voor ons, altijd daar voor de hele familie. Attack me die woord ook toe. Hij kan de leer alles ma en hij wint zo veel sterkte toe. En God bless you. Dank u wel, Joseph. Mag ik de dochters van broeder Joseph uitnodigen om hun voordracht te verzorgen? Ja, ik ken jullie namen niet, maar de dochters van broeder Joseph. Zijn ze nog niet ready? Ze zijn comfortabel daar. Mooi. Beetje luider. Klein beetje. Of moet je die microfoon toch? Dan komen jullie hier dan. Is toch makkelijk? Alsjeblieft. Is een beetje kort. Ja, mooi. Dichtbij. Oké, alsjeblieft. I've got a heart that's full of faith-filled helplessness. There are mountains ahead and I can't move by myself. But I know when I'm weak, he's strong. When I can barely bleed, there's still a song. Even though it's hard right now, I'm not here on my own. So when it seems it can't be done, I know God is big enough. I can run the race I'm called to run, 'cause I know God is big enough. He'll finish everything he starts. He'll meet us right there where we are. And I can feel faith rising up, 'cause I know God is big enough. 'Cause I know God is big enough. Amen. Dank u wel, zusters. Mag ik nu Brian uitnodigen om u voor te houden de levensbeschrijving van zijn moeder namens broers en zus. Brian. Goedemiddag van mijn zijde. De bedoeling is dat ik u namens
de kinderen. Hoe wij vandaag hier zijn om moeder ten graven te brengen. Even kort een biografie doen. En ik heb iets neergezet, maar ik zal toch wel afwijken. Door allereerst te beginnen, ik zal de volgorde even switchen, om toch wel dank te zeggen. En dat het goed doet om één zoveel familie en vrienden hier vandaag te zien. Het doet goed om mijn grootoom hier vandaag, tenminste hebben we sowieso een goede affiniteit met Guyana, want een deel van ons, van mij, komt vandaan. Op jonge leeftijd is ze dus richting Paramaribo gekomen, na gehuwd te zijn. Hier het leven opgebouwd. Met mijn vader. Uit dat huwelijk zijn er 3 kinderen geboren. Ze heeft op een gegeven moment werkzaamheden opgevat. En is dus begonnen te werken. Is bij Waspaar. Het huwelijk hield niet stand, zoals velen ons het overkomt. Ondergetekende kan zich niet daaruit ontslaan. Maar alhoewel het huwelijk tot einde komt, de kinderen zijn er en die groeien op. We hebben, daarna is er een broertje bijgekomen, Giovanni. En laat me duidelijk zijn, de kinderen natuurlijk waren Regilio, oudste broer, mijn persoon Brian en mijn zusje Siglin. En we hebben dus Giovanni. Laat me zeggen, we zijn niet een gezin van veel praten. Ik zeg altijd, emotionele overbreng ik altijd beter, althans voor wat mijn persoon betreft. Maar het contact is er. En wanneer er iets is, dan staan we er. Dus dat is toch wel een mooie. Zoals mijn neef daarvoor zei, mijn moeder werkte hard. Toen we nog aan de Parijsstad woonden, kon je dus niet aankomen van het werk. En ze heeft tot de laatste dag, toen ze met pensioen ging, hard gewerkt. En haar best gedaan om voor het gezin te zorgen en toch wel dat we het naar voren hadden. Niet breed. Maar if mitaku bepina, dan mee joku. We hadden ook een cultuur in Paramaribo die we van Keri hebben. Is dat van mijn oma en mijn bank. Ik gooi de chronologie in de war. Hè, maar, geen probleem, geen probleem. Mijn moeder is geboren van. De vader was George Cyrus. En moeder Jane Ann Blair. En. De gewoonte in Nigeria was dat als iemand vanuit Guyana kwam, was daar de eerste opvang. Dus ik zeg altijd, het was vaak een in en uit. Van familieleden die kwamen, eens op doortocht, de ander op vakantie en teruggingen. Prettige tijd in Nigeria. En ik weet zeker dat ook voor mijn geboorte dat de situatie was, want dat was het. En ook dat heeft mijn moeder in Paramaribo, waarbij er ook aan de Parijsstad toen het ook een beetje een komen en gaan was van familieleden die op doortocht waren, finaal, of
even ondersteuning hadden. Na de pensionering ging het wat moeilijker. Gezondheid ging achteruit. En ik woonde niet met mijn moeder, maar ik heb er niet horen klagen als zodanig dat ze dus pijn aan het lijden was. Ze vond het duidelijk en had moeite dat het qua fysieke mobiliteit minder ging. Maar ze genoot toch wel van het leven. En persoonlijk voor mij was toch wel, toen we de andere familieleden in New York konden bezoeken. Voordat ze dus, waarbij ze nog redelijk een stukje mobiliteit had. Dus ik wil afsluiten door nogmaals de familie. En laat me dit stukje toch wel. Alle kinderen, zus, broers, kleinkinderen, dank aan de familie. En dan bedoel ik de familie. Het is ook zang. En ook met een traan. Maar let's praise the life that she had. 70 jaren. Van joy. Ook van mindere momenten. Maar we genieten. We zijn vandaag toch wel om te prijzen dat we die tijd met haar hebben gehad. En dat we er dus vandaag begraven mogen leggen. Als afsluiting wil ik ook een bijzonder woord van dank aan het jubileumfonds, aan familie, vriend, dominee Persoud, die we dus ook rokken. En nogmaals hartelijk dank voor de ondersteuning. Dank u. Dank u wel. Laat ons bidden. Wanneer wij uw woord met elkaar willen delen, Vader in de hemel, danken wij u in de naam van uw Zoon Jezus Christus voor dit moment van gebed. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van ons allen u welgevallen zijn, o Heer, mij wat zijn ons vertrouwen. Amen. De dagwoorden van vandaag, lieve familie, zusters en broeders, stellen ons voor een keuze. Mozes, die 120 jaar oud is geworden en richting zijn vaders huis teruggaat, houdt in Deuteronomium 11, 32 versen lang, een voorstel voor. Mozes zegt, alles wat ik jullie heden zeg, als jullie die opvolgen, als je de wetten, de regels die God geeft, opvolgen, zullen jullie in het land mogen wonen die de Heere God, je voorouders, heeft beloofd. Mozes begint door te zeggen, datgene wat hij zegt, is ook ondersteund door de ervaring die het volk heeft. Hij zegt, ik spreek tot jullie, niet tot jullie kinderen. Want jullie kinderen hebben niet meegemaakt wat God heeft gedaan toen jullie uit Egypte gingen. Hij zegt, de kinderen hebben het niet meegemaakt, maar jullie zijn er getuigen van dat toen de farao vond dat hij jullie moest achterna lopen om jullie alsnog na de 10 plagen weer in zijn boezem te krijgen, dat God met uitgestrekte, met machtige hand en uitgestrekte arm, jullie bevrijd heeft. Hij zegt dus, daarom zeg ik aan jullie op dit ogenblik, alle wetten en regels die ik geef, als je die onderhoudt, zal God niet alleen maar voor zorgen dat je in het land van melk en honing leeft. Hij zegt, hij zal ook op de seizoenen af de vroege en de late regens geven. Hij zal ervoor zorgen dat het land voldoende opbrengt, waardoor jullie als zijn volk voldoende te eten en te drinken hebben. Wat ze niet moeten doen, wat het volk niet moet doen, is God de rug toekeren en andere goden achterna gaan.
Als ze dat doen, zal de boosheid, de toren van God tegen hen ontbranden. Die deal is dus, hij heeft jullie uit Egypte gehaald. Hij brengt je naar het beloofde land. Doe wat hij zegt. Nieuw Testamententest hieraan gekoppeld, zegt Jezus, een ieder die naar mijn hoort en doet wat ik zeg, die lijkt op een man die zijn huis gebouwd heeft op de rots. Wanneer je je huis hebt gebouwd op de rots en er komt een overstroming, er komt een storm, dan valt het huis niet in. Maar wanneer je je huis op het zand gebouwd heeft, dan ben je gelijk iemand die de woorden van Jezus Christus horen, zegt hij, en niet doet wat hij zegt. Dan gaat het helemaal verkeerd. Brian spreekt over Nikeri. En we zijn inderdaad samen opgegroeid aan de Achterstraat. Eerst toen ik uit Guyana kwam, was het de Sint-Josefstraat. En inderdaad, die ervaring was dat niet vaak, want die beide vrouwen schijnen niet echt van de straat te hebben gehouden. Maar om de zoveel tijd kwam Tanjinan van de Achterstraat naar de Wikstraat. En dan kwam ze bij mijn oma. En het interessante ervan is dat mijn oma een slogan had dat Tanjinan altijd bevestigde. En dat was Jinan, winatak sumatori. Winatakis matori. Wetak witori. En ik heb altijd gedacht van, maar if wetak untori, hoe kan het dat atori begin 5 euro? Dat half 8 dan ook bijte. Want half 8 moest je naar nieuws kijken. En dat ding ging over en weer. Die twee vrouwen spraken constant. Als kleine jongen weet je natuurlijk niet waarover ze spraken. Maar iedere keer weer was het unetak smatori. Wetak witori. En het was altijd een combinatie tussen Sranantongo, Nederlands en Engels. Hè? En ik stel me zo voor dat als ik zeg country, dat een aantal mensen, Remy Yunus op dat. All right. Een ander ding dat we hadden, wat ik leuk vond achteraf, voorheen heb ik er nooit over, dat was opa Cyrus, die dan regelmatig met zijn varkens bezig moest zijn en zijn kippen. En daar had hij een korte broek aan en een grote schoen aan, waarvan die fetus nooit gebonden was. En dat was een beeld dat je kreeg van die familie. En ik moet u zeggen, en Brian weet dat, dus ik hoef Brian niet te vragen, maar ik wil bevestigen dat Nikeri de beste district van ons land is. Ja toch? Van het twijfel zo, Jimagrani. Ja toch? Huh? Ja? Jawel. Nikeri is dat ding. En dat doen we niemand tekort, want er zijn mensen hier van Para en omgeving. Koroni dan? No? Nee, maar zelfs Koroni. Babif Jagrani. Want als we uit Nikeri kwamen, gingen we via Perika om Koroni heen. Hè? Want we hebben nooit vertrouwen in Koroni gehad. Want we dachten altijd dat Koroni maar één straat had. Het is niet zo moeilijk. We hebben altijd gedacht dat Koroni maar één straat had. En later ben ik gaan ontdekken dat er nog wat plaatjes daar zijn. Maar goed. Dus dat was die ervaring. Inderdaad, dat was dat wat we hebben meegemaakt. Je voelde je familie van elkaar. Je kon op elkaar rekenen. Je werd ook nog gebocht door elkaar. Wat we tegenwoordig noemen sociale controle. Nikeri was inderdaad een prettige aangelegenheid. Maar in dat voorgesprek is ook naar voren gekomen dat zuster Rita naar de stad komt en wordt weer opgevangen door een Nikeriaanse contingents, dat is wat wij hadden. Vroeger begreep mijn vrouw dat niet, want toen ik pas getrouwd was, vond ik altijd dat ik met mijn vrienden bij Hobbesnack moest gaan om daar van 6 uur tot 8 uur te zitten. En hoe kan het anders? Hoe ga je in de stad aankomen, Brian, en je gaat je bezighouden met stedelingen? Dat lukt niet. Je moet Nikerianen opsporen. Want dan wordt het leuk. Ik hoop niet dat de kleinkinderen van die meneer hier zitten. Maar als je in met Nikerianen zit en je hoort Daisy. Ja, toch met zijn slinger. Ja? De mensen die Daisy kennen.
Ja, Daisy was een hele lastige man. Althans, wij waren lastig. En als we Daisy lastig hadden gedaan, dan kwam hij met zijn slinger. En ik begreep, ik was er niet bij, dus uno chamine. Maar iemand had aan Daisy gezegd, Daisy, schiet niet. En Daisy zegt, schiet niet. En daar heb ik al gemarkt. Ik bedoel. Maar wat je ook had van sommige van de familieleden en ooms, dat Guyanese ding, Brian. Ik ga geen namen noemen, maar een van die broeders van onze oudere ooms, die had bezoek. En iemand zei tegen hem, ik zeg maar wat, pa Michael, Brian staat voor de deur. En die man gaat letterlijk vertalen, maar mag die man komen dan? Weet je, ik bedoel, mik a man kong, maar dan in een beetje een Engelse... Ja, nou, dat zijn van die leuke dingen die we hebben meegemaakt. Jij hebt dat niet meegemaakt, helaas. Maar ja, wij hebben dus in kanalen gezwommen. De politie nam onze kleren. Maar Brian deed dat niet, hoor. Voor de duidelijkheid, Brian, no, we doen dit aan dat. Brian, no, we doen dit aan dat. In ieder geval. Maar wat we ook hebben gehoord is dat geloof in God. Hoewel zij dus Joseph niet naar de kerk ging, was het geloof in God niet geweken van haar liefde. En we hebben gehoord, als we getrouwd zijn, als we jong zijn, getrouwd zijn, verhuisd zijn naar de stad, dan hopen we dat dat leven inderdaad een fantastisch leven wordt. Wanneer we op een gegeven ogenblik in dat leven stappen, dan gebeurt het soms dat inderdaad de ene partner van de ander scheidt. Onze tekst die ik wil behandelen, ter bemoediging, is een tekst die we hebben uit 2 Koningen hoofdstuk 4. En 2 Koningen hoofdstuk 4, daar hebben we een gelovige vrouw, een eenouder gezin. Een vrouw waarvan haar man is gestorven. Hij behoorde toevallig tot de profetengroep en dus is hij gestorven. Ook mensen die naar de kerk gaan, Joseph heeft het heel mooi gezegd, of we nu rijk of arm zijn, of we profeten zijn of eenvoudigen, we zullen eens sterven. In 2 Koningen 4 wordt aan ons gezegd dat de profeten, dat die profeet, gestorven was en die vrouw er alleen voor stond met haar kinderen. In de oudheid was het zo dat als je een schuld had bij een schuldeiser en jij kon die schuld niet betalen met liquide middelen, dan moest je die schuld afwerken. En een manier om de schuld af te werken is de jongere vrouw achtergelaten, is doodgegaan en de schuldeiser kwam voor haar deur om haar kinderen mee te nemen. Ze stond op en ze ging naar de profeet Elisa en ze vroeg hem om. Ze is naar de profeet Elisa gegaan en zei, u weet, u kent mijn man. U weet dat hij een trouwe dienaar was van de Heer, maar nu is hij gestorven. En mijn kinderen lopen gevaar. Want de schuldeiser is nu hier om mijn kinderen mee te nemen. En dat betekent in de oudheid dat als zo'n vrouw haar kinderen kwijt heeft, dan heeft ze geen oude dag. Dan is ze ten dode opgeschreven, ze is weduwe, ze heeft geen man, geen familie om voor haar te zorgen. En als haar kinderen haar ontnomen worden, en die schuld moest ingelost worden in de komende 7 jaar. Dat betekent dat 7 jaar lang haar kinderen niet bij haar zouden zijn. Haar omstandigheden zouden veranderen. Een beetje olie. En that's it. Ik heb niet veel. En de profeet zegt, ga naar huis. Ga en sluit die deur achter jou met je kinderen. Haal van de buren lege vaten. Zoveel als je kunt vinden. Breng die thuis en ga met jouw kinderen vanuit dat weinige dat je hebt overgieten in die tonnen. En de Bijbel zegt ons, ze is constant bezig geweest te doen precies wat de profeet gezegd heeft. De profeet heeft niet gezegd, breng het probleem bij de buren. De profeet heeft niet gezegd, en de dagwoorden van vandaag zeggen, indien wij geloven en gehoorzamen. De vrouw gaat naar huis en ze neemt bij de buren lege vaten. Ze neemt bij die buren lege vaten en gaat met haar kinderen een eenheid vormen. En Brian heeft gezegd, if utak opina da we yoku. Die vrouw kon de olie verkopen, haar schuld aflossen, zegt ons van een andere vrouw. Deze vrouw komt voor in Handelingen hoofdstuk 9. Dat is een vrouw die heette Tabitha of Dorcas. En de Bijbel zegt ons dat Tabitha een rijke vrouw was. Die zat in de textielhandel.
Die maakte allerlei mooie kleren voor die tijd, zou je kunnen zeggen, merkkleren, designerkleding. Tabitha was een rijke vrouw. Maar Tabitha had ook een hart voor de medemens. Tabitha deed heel veel goede werken, zegt de Bijbel. Ze heeft het evangelie van Christus Jezus helpen verkondigen, helpen promoten, gesubsidieerd, waardoor de apostel Paulus en andere apostelen die bij haar op bezoek kwamen, konden voortleven. Maar Tabitha deed ook hele vele goede daden. Paulus zegt, wij zijn gerechtvaardigd door het geloof. En niet door werken, maar de werken die demonstreren dat geloof. Wij kunnen dus geen indruk maken op God door de dingen die we doen en hoeveel we geven, maar die werken, die pleiten ook voor ons. Jacobus zegt, als je me zegt dat je gelooft en je doet niks, iemand komt naar je toe en zegt, hey, ik heb een bordje eten nodig, en je zegt tegen die persoon, ik hoop dat je iets vindt. Of iemand komt en heeft geen kleren en je zegt, mi hoop, ik vind een sani. Terwijl je een klerenkast hebt, uitpuilen van kleren en je hebt voedsel. Jacobus zegt, als je weet iets goed te doen en je doet het niet, wordt het je gerekend tot zonde. En het is inderdaad zo, Brian, dat kinderen van zuster Gretel, dat inderdaad, als wij vanuit Nigeria naar Paramaribo komen, dan is het inderdaad goed dat we opgevangen worden. Dat familieleden de deuren opengooien. Ik ga iets zeggen waarvan ik niet zeker weet dat het is gebeurd, maar ik begrijp dat in die hele coronavirus enzovoorts er mensen in Nederland waren die bereid waren om hun familieleden op straat te zetten. Want het was te veel. Het werd te veel. Ze zijn te lang bezig. Ik weet niet of het waar is. Ik hoor dat. Dus misschien is het ook een beetje fake news. Maar wat mijn moeder had, en Isabab Tjindof op Obelibi, elke keer als die vrouw had gekookt, en natuurlijk, ze had 6 kinderen en 6 grootgebouwde jonge mannen, dus er werd veel rijst gekookt. Dan werd er altijd gezegd, de bodem van die pot mag niet leeg. Want je weet nooit als iemand langskomt. Ik had altijd moeite met dat ding, want ik wilde altijd die bodem van die pot hebben. Dus ik zat altijd te hopen dat niemand langskwam. En tot mijn geluk, niemand kwam langs. En dan komt het weinige. Want wat gebeurt er met die bodem van die pot? Dan gaan we dat nou losgooien met zwarte peper en ajinomoto en weet ik allemaal met daarmee koopje nasi. We hadden geen natti meer nodig, hè, natuurlijk. Nee, daarmee koopje nasi en daar genieten we daarvan. Waar het op aankomt is dat wij gastvrijheid hebben laten tonen in onze districten. Nu kan ik dat niet meer. Ik ben nu 53, dus ik kan niet meer zo veel eten. Maar bijvoorbeeld in de periode van kerst, of in de periode van belijdenis, dan ga je van huis naar huis. Ja, dan ga je van huis naar huis en dan wordt het varken geslacht. En je eet zo dadelijk dat je niet meer kan ademen. Kent u dat? Ja, u hebt dat nooit gedaan, hè? Nee, want je eet van het ene huis en je eet van het andere huis en je eet van het andere huis. En dan loop je op straat. En je hoopt dat je nog een beetje ruimte hebt voor je longen. Maar dat was die gastvrijheid die er was. Met het weinige zijn we grootgebracht. En door Gods genade hebben we bereikt wat we hebben bereikt. En we mogen vanmiddag zeggen dat God zuster Gretel niet in de steek gelaten heeft. Het leven is niet makkelijk geweest. Maar net zoals je zegt, ze heeft zich. En daarom heeft Brian gisteren gezegd toen we spraken. Wij gaan niet alleen maar mornen. Maar we gaan ook celebreren. We gaan vieren het leven van onze moeder. Want ondanks alles heeft ze ons gegeven. Alles wat ze had. En dat heeft ze kunnen doen dankzij God. Maar vandaag zeggen wij, lieve zusters en broeders. Zegt de Bijbel ons. Als wij gehoorzaam zijn. En als wij in God vertrouwen. Dan, Jozef, komen we in aanmerking. Voor het eeuwig leven. Want Tabitha is gestorven. En Petrus die kwam op bezoek. En ze hebben Petrus alles laten zien wat Tabitha in haar leven heeft gedaan. Als het ware een levende biografie hebben ze dat gegeven. Maar wat deed Petrus? Hij ging de kamer in. En hij knielde. En hij bad tot de Heer. En Tabitha kwam in aanmerking voor nieuw leven.
En ze kon dat alleen maar doen omdat ze geloofd heeft in de Allerhoogste God. Ze geloofd heeft in het woord van Jezus Christus. En ze heeft het werk van Jezus Christus helpen promoten. En daardoor komen wij inderdaad in aanmerking. Arme mensen komen in aanmerking voor het evangelie, voor het leven met de Heer, maar ook rijke mensen. Alle mensen komen in aanmerking, mits wij doen wat Deuteronomium zegt. Mozes wist dat hij het beloofde land niet meer zou zien. Dat God hem naar huis zou roepen. Maar hij zegt, als je houdt aan de dingen die ik je zeg, zegen leg ik je voor. Weiger je te doen wat de Heer vraagt, de vloek leg ik je voor. De geboden die God je geeft, daar moeten we. En in ons leven zegt Paulus, let erop. Een appel valt niet ver van de stam. Als je, zegt Paulus hier, je dient Christus als Heer. Wie onrecht doet, zal onrecht ontmoeten. Maar wie gelooft in Christus zal zegen ervaren. En God maakt geen onderscheid. Er is geen aanzijn des persoons. We danken de Heer voor het leven van onze moeder. We bidden dat hij haar vergeven wil van al haar ongerechtigheid en haar een nieuwe kans wil geven in zijn koninkrijk. Wij geloven als christenen dat het leven hier niet eindigt, maar dat het doorgaat. En dat indien je geleefd hebt, indien je de basis hier hebt gelegd, zul je, zoals broeder Joseph gezegd heeft, in de nabijheid van de Allerhoogste verkeren. Mogen de Heere ons daarbij helpen. Halleluja. Amen. Wij zingen met elkaar. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ja, dat is lied nummer 26. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch.
de Vrienden, ik wil jullie vertellen wat er gebeurt met de doden. Mensen zijn verdrietig als er iemand sterft. Maar wij geloven dat Jezus gestorven is en uit de dood is opgestaan. En dus geloven wij ook dat God alle gestorven christenen bij zich zal halen. Daarom hoeven jullie niet verdrietig te zijn als iemand van jullie sterft. Dit heeft de Heer Jezus Christus mij verteld. Voordat Hij komt, zal er een teken gegeven worden. De belangrijkste engel zal roepen en Gods trompet zal klinken. Op dat moment komt de Heer Jezus uit de hemel. Dan staan eerst de gestorven christenen op uit de dood en daarna mogen wij die nog leven ook komen. Dan gaan wij samen op de wolken naar de Heer toe. In de lucht zullen wij Hem ontmoeten. En vanaf dan zullen wij altijd bij Hem zijn. Met die woorden moeten jullie elkaar moed inspreken. Mag ik u vragen om te staan indien het u lukt? Dank u wel, Vader. Dank u wel voor de uitnodiging om steeds uw woord, uw liefde te ervaren, uw woord te gehoorzamen en uit te zien naar het moment dat u ons wil opnemen in uw rijk. Heer in de hemel, we danken voor het feit dat u onze moeder steeds weer hebt begeleid in haar leven, in mooie momenten, maar ook in moeilijke momenten. Dank u wel voor het bereikte resultaat, haar kinderen, Vader in de hemel. Dank u wel voor familie en vrienden, o Heer, waarvan u, o God, bepaald heeft dat zij liefde in het hart hebben, zodat wij inderdaad tot ondersteuning van elkaar mogen zijn. Heer, wij bidden en vragen u, o God, dat ons leven een testament mag zijn, zodat het evangelie van Jezus Christus verkondigd mag worden in woord en in daad. Zuster Gretel, onze moeder, onze zus, onze tante, onze oma, brengen wij voor uw troon van genade en wij bidden. Wil haar nogmaals, o God, u hebt haar naar huis geroepen. This world is not my own. I'm just a passing through, is wat we zingen, Vader in de hemel. Ja, wij, o God, zijn voor een korte periode hier op aarde en moeten terug naar huis. Heer in de hemel, ontvang haar zoals u de verloren zoon hebt ontvangen en vergeven hebt van al haar ongerechtigheid. Maar bemoedigt ons ook door de Heilige Geest. Niet lang geleden, o God, hebben wij hemelvaart gevierd. En u hebt ons geboden, ik ga heen om een plaats te bereiden voor u. Maar als ik niet heen ga, dan kan de trooster niet komen om ons te troosten. Help ons, o God, om die troost te ervaren. Geef ons de kracht om Gretel op een waardige wijze grafwaarts te brengen. En hoor ons wanneer woorden ons tekort schieten als wij zeggen, onze Vader, die in de hemel zijn. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in den eeuwigheid. Amen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef aan u zijn vrede. In Jezus' naam.
Amen. Lieve familie, zusters en broeders, als u nog geen afscheid hebt genomen, willen wij u nu in de gelegenheid stellen om rechts van mij langs de kist te gaan en links langs de kinderen heen te lopen. Als u dat nog niet hebt gedaan, komt u dan nu naar voren. Rechts van mij begint u en u eindigt links bij de familie. Wij vragen u om dat vlot te doen, alstublieft.
Bye.
Willy Jack hier, van Willy Jack. Thank you.
Sorry. Mij verlossen leef, zal als hij onsterfelijk wezen. Jezus, mij van ons alleen, zal als hij onsterfelijk wezen. Zijn waar hij mijn Nederland leef, zijn waar hij mijn Nederland leef. Waarom zou ik dan nog vrezen? Waarom zou ik dan nog vrezen? Hele boven is op
weg. Heerlijk hoop is op haar weg. Dat zijn lieden tot zich trekt. Dat zijn lieden tot zich trekt. Ere zij hem die is de opstanding en het leven. Wie in hem gelooft zal leven, al waren hij ook gestorven. En in ieder die leeft en in hem gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Zalig zijn de doden die in hem gelooft. Hel, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Onze Heer Jezus Christus, wees ons genadig. Met uw menselijke geboorte, uw zuchten en tranen, alle moeite van uw leven, uw zwakheid en smarten, alle bekommerde ezeling en doornenkroning, uw smadelijke kruisiging, uw heilige wonden, uw dierbaar bloed, uw bittere dood, uw wederkomst tot uw gemeente, of ons heden gaan tot u. Verloos ons, o Heer. Met alle verdiensten van uw leven, lijden en sterven, zegen ons, o Heer. O uw rijke Hemelvaart, uw zittende ter rechterhand Gods, uw lieflijke nabijheid. Zegen ons, o Heer en God, wij arme zondaren bidden, wil ons verhoren, o Heer en God. En daar het uw behagen geeft, uw dochter Gretel in de eeuwigheid op te roepen, zo bidden wij. Leer ons alzo onze dagen. Laat ons eens bij u tezamen rusten van onze nabij. Verhoor ons, o Heer en God. En nu dragen wij dit lichaam dat verzaaid wordt in vergankelijkheid op in de hand van zijn Schepper. Op de ene tijd opwekken in onvergankelijkheid. We bidden, onze Vader. Die in de hemel zijt. Uw naam wordt gegeven, geef onze schuldenaar. En leid ons niet, maar ons verzoeken. Want van u is het koninkrijk. Amen, ja, halleluja, wees ook geloofd in eeuwigheid. Amen, ja, halleluja, wees ook geloofd in eeuwigheid. Omdat gij ook reeds voor mij. Omdat gij. Ook reeds voor mij. In vaders huis heb plaats bereid. In vaders huis heb plaats bereid. Welk een troost is dat voor het hart? Welk een troost is dat voor het hart? Bij des levens moet dat wij is volmaakt en rijk. Eeuwig bij u zullen zijn. Eeuwig bij u zullen zijn. Gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Met ons allen. Amen. Van deze plek uit wens ik jullie nogmaals kinderen van heel veel sterkte. We bidden dat hij zelf jullie tegemoet mag komen, troosten, de tranen van de ogen aflissen. En die invulling zelf verzorgen. Hij is de Alpha, hij is de Omega. Hij bepaalt de maat van onze dagen en zoals zij liefde heeft gegeven aan ons, zo hebben wij ook de gelegenheid om liefde aan elkaar te geven, nog meer als voorheen. Het gaat u goed. De bloemengroet mogen we brengen, de strooibloemen mogen we delen met elkaar. En dan, ja, wonderful.
omdat je zegt dat Ha ha ha.